zijn samen één. Wij zijn hier vanavond bijeen om te praten over de motie parkeren op niveau. Deze motie is uitgevoerd door het college en de portefeuillehouder hier naast mij. Heeft u voorzien van een aantal stukken over die uitvoering daarvan. En daar mag u vanavond op gaan reageren. Mijn naam is Roel Welsing, algemeen directeur van Stichting Apenhul. We zijn al heel lang op zoek naar een oplossing voor het overloopparkeren rondom Apenhul en Park Bergenbos. En het is heel goed dat er nu duidelijkheid lijkt te komen en dat alle betrokken partijen, de wijk, de gemeente, ACRES, provincie, Apenhul, veiligheidsdienst, etc. in goed overleg zijn over de beste stap voorwaarts. Van de parkeervergunningenproblematiek is wat de gemeente heeft betiteld als de witte vlek. De witte vlek staat altijd vol met auto's. Het ziet zwart van de auto's. En dat is de witte vlek waarvan de gemeente, de ambtenaren weten dat het een probleem is. En waar ze nu van besloten hebben, wat ik via de bezwaarprocedure heb moeten vernemen, dat ze verder niks meer zullen doen. Want ze weten niet meer wat ze moeten doen, omdat het erg complex is. Hey, dus dat zorgen dat wildparkeren verhinderd wordt in de wijk, daar wordt aan gewerkt, zeg maar. Dat is work in progress en daar zijn we denk ik ver mee gevorderd. En het andere is, als dan de JCW-slaan wordt afgesloten voor overloopparkeren, zorg dan wel dat je zo min mogelijk omleidingsverkeer genereert. En houd het omleidingsverkeer ook buiten de wijk. Mevrouw Prins, vanavond was een van de agendapunten parkeren in Apeldoorn-West. Het zogenaamde dossier Apeldoorn-West. Het is een langlopend dossier, heb ik me laten vertellen. Waarom? Nou, ik denk dat het te maken heeft met de ligging van het geheel. Hè. We zitten natuurlijk in een kwetsbaar natuurgebied als het over Natuur in 2000 hebt. En we hebben het over mooie toeristische plekken waar veel bezoekers komen. En dat vraagt natuurlijk ook een inpassing in het gebied. En we hebben ook nog heel veel mensen daar wonen. En die willen we niet belasten met de overlast die het mogelijk zou kunnen geven. En daar zijn al jaren gewerkt naar allerlei oplossingsrichtingen. En we denken dat we nu een oplossingsrichting hebben die op veel draagvlak kan rekenen voor onze inwoners. En ook van de mensen die er zijn bij zijn betrokken, zoals onder andere Apenhul. Ja, Apeldoorn-West is een redelijk uitgestrekt gebied ook. Maar er is veel al gesproken vanavond over het gebied bij Park Bergenbos, bij de JC Wilslaan. Er waren ook een aantal insprekers die daar hun mening over hebben gegeven, omdat het al redelijk lang duurt. Een oplossing lijkt iedere keer nabij. Wat vond u van hun reacties vanavond? Nou, ik moet zeggen dat wat u formuleerde heb ik niet gehoord van het iedere keer dichtbij. Ik denk dat wat ingesproken is dat we samenwerking hebben met alle partijen en belanghebbenden die in dit gebied zijn. En dat we nu een oplossingsrichting kiezen waar iedereen zich in kan vinden. Uiteraard moet nog verder worden uitgewerkt. Maar we denken met de optimalisatieslagen die we gemaakt hebben, met vergunning parkeren waardoor er minder mensen door de wijk heen gaan, met het optimaliseren van het parkeerterrein waardoor er meer auto's op geparkeerd kunnen worden. Dus samenwerken met ACRES waardoor het goed gestroomlijnd wordt. En dan nu met het goed realiseren van het overloopparkeer op de JC Wilslaan, wat ook in het onderzoek is meegenomen, denk ik dat we naar een oplossingsrichting aan het toewerken zijn die een echt goed karakter heeft voor de toekomst. Oké, met dichtbij bedoelde ik min of meer dat er toch wel een soort compromis mogelijk lijkt als het gaat om parkeren, een overloop parkeren, een compromis tussen de verschillende betrokken partijen. Klopt dat? Nou, ik weet niet of het een compromis is. Ik denk dat dit de oplossingsrichting is waar iedereen ook achter staat. Hij is ook aangedragen door de wijkvereniging. Uitgangspunt is zo min mogelijk verkeer door de wijk, wat er niet hoeft te zijn. En ik denk dat met deze oplossingsrichting dat ook gerealiseerd gaat worden. Het voldoet aan het parkeren nabij Apenhul, wat ook een voorwaarde is. Dus het is geen compromis, maar het is een goede oplossing.
Ja, en toch waren er een aantal raadsleden die hebben gesproken over punten en komma's. Er is behoorlijk wat interpunctie gebruikt tijdens deze vergadering. En daar kwam men aan het einde een beetje van terug. Dus denk ik, is dat dan ook geen compromis in het maken van een punt en komma, maar een punt komma? Nee, misschien voor degene die het niet hebt zitten kijken en nu wel hiernaar kijkt. Het is denk ik belangrijk dat we een punt zetten achter dit langlopende dossier. Hè? Dus dat we echt een oplossingsrichting hebben waar iedereen achter kan staan. En de komma is meer bedoeld van, je weet nooit wat de toekomst gaat brengen. Er kunnen nieuwe mogelijkheden zich voordoen, nieuwe omstandigheden. Een raadslid zei van, stel dat er veel woningbouw bij zou komen. Toen vroeg de ander van, nou waar dan in dit gebied? Dat zitten we niet voor ogen. Maar dat kan natuurlijk altijd een omstandigheid zijn. Hè? Er was ook een partij die zei van, nou kijk voor de lange termijn nog naar het verminderen van het autogebruik. Daar lopen andere trajecten voor, dus die heb ik even losgetrokken van dit specifieke dossier. Maar er kunnen zich nieuwe ontwikkelingen voordoen. En dan denk ik van belang dat we daar onze ogen niet versluiten, maar altijd wel kijken van nou, hoe moeten we daar met elkaar op reageren. Ja, mobiliteit is sowieso wel lastig, kan ingewikkeld zijn. Je hebt het toch over een gebied waar een aantal attracties zijn. Dat trekt natuurlijk veel mensen en dus ook auto's. Wat heeft u nog een alternatief? Nou, ik zou zeggen, probeer met meer mensen in de auto te zitten. Dat hebben we natuurlijk ook al gezien, want het is eigenlijk bijzonder te merken dat bijvoorbeeld bij de Apenhol veel meer mensen in één auto zitten, hebben we geconstateerd, waardoor het aantal bezoekers niet in verhouding staat tot het aantal auto's. Dus dat zou natuurlijk een oplossing kunnen zijn. We hebben natuurlijk ook een hele mooie fietsvoorziening erbij, waar mensen hun fiets ook kunnen parkeren, en om het zo maar te formuleren. Dus dat zal zich voor de toekomst uitweiden, of hoe dat zich verder gaat ontwikkelen. Maar we denken toch dat de auto een van de vervoersmiddelen is, zeker als je van buiten de stad komt, die op dit moment de oplossing is om bij deze attracties te komen. Naar de toekomst toe zal het waarschijnlijk ook met een transferium kunnen, of misschien met een mooie Apeldoorn station West, wat we ook nog steeds op onze verlanglijstje hebben staan. Dus er komen zeker nog wel mogelijkheden in. Er werd door iemand gezegd van nou, een mooie rail, een Nijntjesrail werd genoemd door de stad heen. Maar ja, dat zie ik voorlopig nog niet voor me. Nee, heeft u een kleine prognose over de duur van naar de oplossing? Nou, ik hoop dat we dit snel kunnen gaan realiseren. We moeten natuurlijk rekening houden met dat op het moment dat er een piekseizoen is, zeg maar, dat je dan niet aan het verbouwen bent. Dat je eigenlijk moet verbouwen voordat het gaat regenen. En bij ons gaat het dan om dat we buiten het seizoen om de dingen moeten gaan aanpakken. Dus de komende periode zullen we uitgaan van de methode zoals we nu mee werken. Overigens tot grote tevredenheid horen we nu ook vanuit zowel de wijkvereniging als vanuit de Apenhul. De begeleiding vanuit Acres is daar heel erg goed in. En zo gaan we het komend jaar nog door. Ondertussen gaan wij nog, voor degene die het zou willen weten, P4 aanpakken. Dat is het achterste deel van het parkeerterrein. Om daar ook meer duidelijkheid te krijgen ten aanzien van de parkeervakken. Dus we blijven optimaliseren. Maar de komende periode gaan we ermee aan de slag.